Ja, goedemiddag. Nou, ik sta hier heel winderig in de regen. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Ik sta op de Keverdijk op het Tets van Goudenjaanstraat. Mijn naam is Ellen Moutha en Ellen Moutha Maakgaardij. En ik laat jullie de Tets van Goudenjaanstraat 29 zien. Ik ga zo even de camera omdraaien om jullie wat van de buurt te zien. Achter mij zien jullie het huis waar we het over hebben. Dat is wel een huis waar ik heel veel over te vertellen heb, maar waar je vooral heel goed kunt zien wat de staat van onderhoud is. Want het is wel een uitdaging om hier iets heel leuks van te gaan maken. Je kunt er iets heel leuks van maken. Het heeft heel veel mogelijkheden, maar je moet wel nog even aan de gang. Maar ik begin even met het omdraaien van de camera. Want dan zie je eigenlijk al meteen waar het ligt. De Tets van Goudenjaan is een straat. Op de Keverdijk, zoals wij dat hier noemen, Tuindorp Keverdijk. En op de Keverdijk heb je heel veel straten die heel vaak lang zijn, met kleine voortuinen. En de Tets van Goudenjaan is wat dat betreft helemaal anders. Want daar heb je grote, diepe voortuinen, waardoor de huizen ver van elkaar afstaan. En iets meer gevarieerdheid, zeg maar, daardoor ook in de bebouwing. Dit huis staat helemaal aan het einde van de Tets van Goudenjaan. Met hier de woningen, dat heet alweer de Jan Houtmanstraat, dat zijn nieuwbouwwoningen. En dan hier rechts om de hoek staan ook woningen. Dat zijn woningen die gaan afgebroken worden, want hier komen op korte termijn komt hier nieuwbouw. En ze gaan hier nieuwe woningen realiseren. Dat plan ligt nu bij de gemeente. Nou, dan loop ik even een stukje achteruit. En dan kan ik jullie heel goed het huis laten zien waar we het over hebben. We hebben het over een hoekwoning. Geen eindwoning. En een hoekwoning betekent dat er ook aan de zijkant van het huis nog grond is. Even opzij, ik sta een beetje op de weg. Er komt een auto aan. Kijk, de voordeur staat, heb ik al opengezet. Die hele grote boom, die fantastische mooie boom die daar staat, ja, die is van de gemeente. Die staat op grond van de gemeente. Daar heb je dus niet te zorgen voor, want dit soort bomen hebben natuurlijk wel onderhoud nodig. En je kunt hier eigenlijk zien, hier is het hekje, daar stopt de grond. Dus je hebt ongeveer een kleine 2 meter. Naast het huis hoort hier nog bij. En dus heb je echt een hoekwoning. Nou, het huis zelf, 88 vierkante meter, is de woonoppervlakte nu. Je kunt daar middels een dakopbouw, kun je die bovenverdieping vergroten. De vliering is nu eigenlijk als vliering. En dan kun je daar echt een slaapkamer maken. En de perceeloppervlakte is 201 vierkante meter. Nou, als je tekst hebt gelezen of op Facebook of op Funda of op de website van dit huis, Tets van Goudenjaanstraat 29, dan weet je al dat je aan dit huis heel veel moet gaan verbouwen. Je moet hier echt aan de bak. Nou, dat wil zeggen niet alleen aan de binnenkant, maar ook aan de buitenkant. We hebben een bouwkundige keuring, die is er al van het huis. Er is ook een asbestinventarisatie. Wil je daar wat meer over weten, dan sturen we je dat toe. Kijk, het zit dubbel glas in, maar als je kijkt naar de kwaliteit van het houtwerk, ja, dan heeft dat echt wel aandacht nodig. Maar, kijk even hier. Wat een ontzettend leuk detail is dit. Zo'n raampje. Dat zie je dus echt wel, ja, die 50er jaren wat rijkere bouw. Daar ook nog. De klimop zou ik persoonlijk adviseren om die weg te halen. Dat is nooit zo bevorderlijk voor een huis. En dan hier een hele leuke brievenbus. Dan gaan we naar binnen. Ja, het is echt een huis wat heel intensief bewoond is geweest. Dus dat je eigenlijk alles hier moet doen. Je moet de cv opnieuw aanleggen. Die werkt niet meer, de cv-ketel. Elektra, je leidingen, eigenlijk alles. Maar dan kun je er ook wel iets heel erg leuks van maken. Het huis is nu helemaal leeg. En dus alles is eruit. Op de platte gronden kun je zien dat het eigenlijk gewoon een heel goed formaat kamer heeft. En dan kijk je hier naar buiten en dan kun je je voorstellen dat de tuin ga je natuurlijk wat fatsoeneren. Als je naar oude Google Street View foto's gaat kijken, dan zie je dat hier dan ook een auto geparkeerd staat. Officieel is dat nu geen parkeerplaats, maar je zou dat wel kunnen doen. Ik denk ook dat het niet erg problematisch is, want er is geen parkeer, zeg maar, vak ingetekend. Formeel heb je daar toestemming nodig van de gemeente, maar we hebben dus, we kunnen dus oude foto's zien op Google Street View dat hier altijd een auto gestaan heeft. En je kunt ook bij de buren zien hoe groot, hoe diep die tuinen zijn. Ja, en de buren hebben daar Gewoon iets praktisch van gemaakt en de ander maakte er iets heel moois van. En het is echt een project dit. Hier ga je echt alles, maar dan ook
alles aan doen. We gaan hier niet mooie verhaaltjes lopen te vertellen. Maar ik laat je zien hoe groot de ruimte is, hoe licht de ruimte is. Het is een hele sombere dag buiten. De ramen zijn niet eens helemaal schoon. En toch zit ik hier in het huis, loop ik nu en zeg, jee, wat ontzettend licht is dit huis. Ja, wat ga je doen? Eerlijk, wat ga je niet doen? De plafonds ga je doen, de wanden ga je doen. Natuurlijk ga je de keuken aanpakken. En ik denk dat als je toch aan de gang gaat, ga je misschien een goede uitbouw realiseren. He, die ruimte is er en dan krijg je natuurlijk fantastische grote woonruimte. He, de keuken, ja, inrichting is niet interessant, maar wel dat ook hier weer een raam zit. He, en hier kun je ook dat stukje grond zien, dat perceel wat naast het huis loopt. Dus hierdoor heb je dus gewoon echt het gevoel dat je een hoekwoning hebt. Niet het gevoel, je hebt een hoekwoning. En hier kijk je dus op huizen uit. Dat gaat veranderen. Dat worden huurwoningen die wat groter zijn, wat hoger zijn. Maar goed, de afstand is nog steeds ver genoeg. De plannen zijn overal in te zien. Nou, vanuit de keuken loop ik door naar, even een klein stapje omlaag. Kijk hier. En hier zit de bijkeuken. Daar zit nog een elektrische boiler. De werking daarvan kunnen wij niet garanderen. Het is ook zo dat de verkoper hier de laatste jaren niet meer gewoond heeft. Het is bij anderen in gebruik geweest. Nou, dat is een beetje intensief gebruikt. Zoals je kunt zien, niet zoals iemand dat zou willen. Maar goed, dat kan soms gebeuren. En daarom moeten we ook aangeven dat de verkoper niet alles weet over het huis. En wat hij zou weten als hij nog zelf recent in het huis gewoond heeft. Want dat heeft hij namelijk niet. Maar goed, weet je, je gaat hier toch alles doen. Ik sta nu in de achtertuin. Ik begin even met de achtergevel. Kijk. Ook de ramen, het kan niet eens meer helemaal dicht. En ik zal boven ook laten zien dat ook het dak absoluut aandacht nodig heeft. Maar je kunt je voorstellen dat als je hier zeg maar een aanbouw realiseert. Hé, je mag in principe sowieso 3-4 meter mag je naar achteren uitbouwen. Krijg je natuurlijk een hele mooie grote woonruimte. En dan zou je kunnen overwegen om dit schuurtje. Het laatste stuk is een schuurtje. Om het bijvoorbeeld af te breken en heb je nog meer tuin over. En van hieruit loop je dus ook zo om de schuur heen. Om die aangebouwde schuur heen naar de zijtuin. Kijk, hier kun je ook zien. Dus dat is de breedte van de zijtuin. Ik denk een dikke 1,5 meter, 2 meter haal je net niet. Maar goed, daar kun je natuurlijk ook weer fietsen kwijt, dat soort dingen. Dus je zou een deel van het schuurtje kunnen afbreken om een grotere achtertuin te realiseren. Wat ik ook heel positief vind, waar ik altijd zelf heel erg naar kijk, is wat is de afstand tot de achterburen? Kijk, moet je kijken, die zijn helemaal daar. Dus je hebt heel veel privacy in deze tuin. Echt een positief punt. Nogmaals, mijn idee zou zijn lekker uitbouwen aan de achterkant. Hè, want je gaat die kozijnen aan de achterkant, die deuren ga je toch wat aan doen. Ik neem jullie mee naar boven. Nou, boven is de staat van onderhoud niet heel erg anders dan beneden. Door de keuken. Nou, dan gaan we hier naar de hal met toilet en een verdiepte trapkast, zoals ze dat noemen. Wel op zich wel een ruime entree. Hè? Als je kleine kinderen hebt, dan kun je hier echt nog wel een kinderwagen kwijt. Hier de ruimte voor de meterkast. Ook hier zie je echt gewoon, ja, dit huis heeft een heleboel aandacht, maar vooral een heleboel liefde nodig. En als je dat erin stopt, ja, dan krijg je echt wel iets heel erg leuks. Dan krijg je echt wel een heel leuk huis voor een voor mensen, bijvoorbeeld kinderen. Geen kinderen, maakt niet uit. Hè, maar je hebt hier echt ruimte in dit huis. Kijk, hier zit ik boven op de achterslaapkamer. En dan zie ik ook weer die afstand tot de achterburen. Dat is echt groot. Je hebt hier, dat is echt een kenmerk hier van de Keverdijk, dat de achtertuinen groot zijn. Dit is een hele mooie slaapkamer. Dit is echt een groot formaat slaapkamer. Hier ook weer zachtbord, plafonds, ja, de wanden, behang erop. Dus dat is een kwestie van afstomen.
stukken, nieuw plafond erin, elektra aanpassen. He, want als je nu kijkt, ja, daar zit daar elektra. Nou ja, dat wil je natuurlijk allemaal. Je stopcontacten wil je laag hebben. He, en hier met het raam zie je, ja, dat kan eigenlijk niet eens meer dicht. Dus dat ga je ook vervangen. Dus ja, hou je van klussen? En dan ben je echt hier aan het goede adres. Zeg je, oh, daar ben ik volledig allergisch voor. Dan is het niet jouw huis. Kijk, daar zie je ook bij de badkamer een probleem geweest met vocht. Dan hebben we hier de voorslaapkamer. Die is iets kleiner dan de achterslaapkamer, maar echt een goed formaat kamer. Het hele huis heeft gewoon echt wel eens een ruime opzet. En dat heeft, op de Keverdijk zijn echt niet alle huizen hetzelfde. Dit huis is een 88 vierkante meter zonder zolder. Dus dat is eigenlijk best wel ruim. Nou, hier kijk je dus uit op de Jan Houtmanstraat. Dus je hebt ook een wijds uitzicht. Het is echt een hele goede plek in de buurt. En met hierachter, daar zit een speeltuintje voor kinderen. Daar zit een, daarachter zit weer de plus. De winkeltjes, de Italiaan voor je pizzaatjes. Dat soort dingetjes. Dus je ziet het heel erg goed in de buurt. En wat ik een erg voordeel vind van de Keverdijk, is als jij in Amsterdam werkt en gaat met de auto, dan kun je eigenlijk filevrij die A1 op. Ik zie elke ochtend als ik door Naarden rijd, als ik ergens bij een afspraak moet zijn, dan zie ik gewoon al die mensen die maar in de file staan om die A1 op te komen. En dat heb je niet als je op de Keverdijk woont. En je bent ook met de fiets, ben je gewoon binnen 10, 15 minuten ben je op het station. Nou, dan de badkamer, ja. Niks aan toe te voegen. Houden zo. En daar zie je ook weer, ja, het is gewoon opengemaakt om te kijken ook wat er allemaal achter zit. Ja, hier ga je aan de gang. En ik kan me voorstellen dat je zegt, ik ga hier een douche maken, hè, met een toilet en een vaste wastafel. Dan red ik dat net niet. Nou, als je naar deze kamer kijkt, hè, hier waar die vaste wastafel staat, hè, deze hoek, die zou je bij de badkamer kunnen trekken, waardoor je de badkamer net een slagje groter maakt. En deze kamer heeft dan nog steeds een perfect formaat. En je houdt drie slaapkamers op deze verdieping. Want dat weten wij als makelaar als geen ander, is dat, ja, mensen willen gewoon drie slaapkamers op de eerste verdieping hebben. Dat is eigenlijk wel een pre. En zeg je, joh, weet je, dat vind ik niet zo belangrijk. Wat een ander vindt, ik doe het toch voor mezelf. Ja, dan heb je hier natuurlijk een hele goede ruimte, hè, om hier een badkamer te realiseren. Nou, dan hebben we hier het dak van de keuken. Nou, als je naar de nokvorsten kijkt, dan zie je al dat het niet helemaal 100% ligt. En daar zie je ook dat er echt wel werk zit. Dus niet alleen aan de binnenkant is werk, maar ook aan de buitenkant is werk. Ook daar zie je de afvoer van de cv-ketel, die niet meer werkzaam is. Die staat scheef. Dus ja, aan de bak, zou ik zo zeggen. Nou, ook het tuinonderhoud, zijn conifer, die heeft ook zijn beste tijd gehad. Het is niet zo dat hij bruine blaadjes krijgt in de winter. Nou, hierboven zit een vliering. Nou, die vliering laat ik jullie nu niet zien. Dat is gewoon een bergvliering. En als je verderop in de straat kijkt, dan zie je dat er verschillende huizen zijn die daar een dakopbouw gerealiseerd hebben. En met die dakopbouw, dan kun je daar gewoon een hele goede vierde slaapkamer realiseren. En die trap, die wordt dan hierboven deze trap, hierboven wordt die dan doorgaans geplaatst om op zolder te komen. Nou, en dan heb je hier ook nog een vaste kast. Nou, daar kun je natuurlijk ook nog een apart toilet kunnen maken of je wasmachine. Het kan ook zijn dat je het net nodig hebt om voor je trap wat meer ruimte te realiseren. Maar goed, dat moet je met een trappenbouwer even overleggen. Nou, eigenlijk, deze verdieping dus een hele grote slaapkamer aan de achterkant. Een kleintje aan de achterkant, een werkkamer, een babykamer. Of zeg je van, joh, weet je, ik heb een twee slaapkamers voldoende. Dan zou je hier nog de badkamer kunnen realiseren. En aan de voorkant een kleine badkamer met nu een zitbad en ruimte voor een vaste wastafel. En als je dus deze muur eruit breekt en verlengt deze kant op, dus hier zeg maar op het raam zo'n beetje, een muur zet, dan kom je in het midden uit en dan heb je voldoende ruimte in deze badkamer voor een douche, een toilet en een vaste wastafel. En hierboven dus, daar het luik naar de vliering.
En hier een kast. Nou, met heel veel mogelijkheden. Ik loop nog een keertje met jullie naar beneden. En ook nog een keertje naar de tuin. Voor iedereen die later is ingehaakt. Want dat kan ik altijd zien. Dat er mensen aan de hand komen. Dat je wel het hele huis meteen ziet. Nou, positief punt, absoluut. Hè, wat ik net al zei, is de ruimte in het huis. Het licht in het huis. Grote ramen. En ook hier, ja, de hal is echt ruim. Heeft een ruime opzet. En je zou natuurlijk nog over kunnen overwegen om van hieruit een doorbraak die kant te maken naar de woonkamer. Op de website www.tetsvangoudriaanstraat29.nl kun je ook de tekeningen vinden. Die kun je van daaruit heel makkelijk uitprinten. Er staan de afmetingen in en dan kun je zelf natuurlijk gaan schetsen. Dit is echt een goed formaat. Normaal gesproken staat hier, een zithoek, hè, en achterin is dan de tafel. En als je het huis natuurlijk uitbouwt, wat helemaal niet hoeft, dan maak je nog meer. Maak je het huis gewoon nog groter. Hier, de keuken. Inrichting is niet interessant. Maar wel het feit dat hier een raam zit. Hè, met uitzicht, hè, op de tuin. Tot het hekje loopt de tuin. Daarachter is een groenstrook. Dan heb je een pad. En daar staan nu de huizen waar dus nieuwe huizen gerealiseerd gaan worden. Door de woningbouwvereniging. Daar komen nieuwe huizen. Niet in de sociale huur deze, maar in de vrije sectorhuur. Nou, hier de grote bijkeuken. Kun je natuurlijk al bij je keuken trekken. Dan hoef je de woonkamer weer niet uit te bouwen. Er zijn echt wel wat mogelijkheden. Dus als je creatief bent en je houdt van verbouwen. En je wil gewoon wat leuks realiseren. Ja, dan ben je echt hier aan het goede adres. Nou, de tuin. Gewoon veel bomen. Veel wind, veel regen vandaag. Kijk, het huis. En dan zie ik daar bij de buren verderop, zie je dat ze daar een dakopbouw gerealiseerd hebben. En als je dat dus doet, krijg je dus op de zolderverdieping gewoon een extra goede kamer erbij. Het wordt echt een ruime kamer. Nou, ik loop met jullie langs het huis. Even naar voren. Zo, even een overkappentje. Het is echt wel een beetje aan het regenen nu. Dan kan mijn telefoon gelukkig wel wat hebben. Zo, kijk, dit is dus de ruimte naast het huis. Oh, ik kan daar niet verder lopen, zie ik. Oeps. Ah, jawel, ik kan er langs. Zo, en dan ben ik er in de voortuin. Goed formaat voortuin. Wat ik straks al aangaf, hè, op oude Google Maps filmpjes kunnen wij zien, of foto's kunnen wij zien, hè, dat hier auto's geparkeerd stonden. Officieel is dat natuurlijk hier op straat niet een uitrit, maar er is ook geen parkeerplek. En ik weet dat er verderop ook wel mensen zijn die hun auto soms in de voortuin parkeren. Maar goed, er is in principe in deze straat doorgaans echt wel voldoende parkeerruimte. Goed, nog even van een afstand. Het is dus een hoekwoning met een stuk tuin naast het perceel. Dus geen eindwoning. Je kunt echt om het huis heen lopen. Deze hele mooie grote boom, die is eigendom van de gemeente. Dus daar heb je geen zorg voor. Dat wordt door een ander onderhouden. Goed, ik ga even de camera omdraaien. Nou, ik ben ondertussen lekker nat geworden. Naast mij staat een auto. Die mag lekker doorrijden. Ja, goed. Dit is het Tets van Goudriaanstraat 23. Dankjewel voor het kijken. Heel veel mensen hebben meegekeken. Wil je meer weten? Ga naar www.tetsvangoudriaanstraat29.nl. Maak even een afspraak met ons kantoor. Dat kan via Facebook Messenger. Dat kan via WhatsApp. Bellen gewoon. Of stuur ons een e-mail. Nou, dankjewel voor het kijken en heel veel mensen gaan wij hier volgende week zien. Dankjewel!